Ja, we zitten hier bij Danny Noppert. Je bent nu de nummer 11 van de wereld. Gaat dat ooit wennen, dat je zo hoog staat op de wereldranglijst? Nou, soms sta ik er niet altijd bij stil, laat ik het zo zeggen. Maar het is wel 5-6 jaar geleden, dan durfde ik er niet eens over te dromen. Nu heb ik het wel bereikt. Maar je moet er ook niet te lang bij stilstaan, want je moet ook weer door. Ja, kijk, we kennen je natuurlijk ook nog een beetje van, hè, je hebt het over 5-6 jaar geleden, over de tijd bij de BDO, toen je daar op leeftijd stond. Wat is er veranderd in al die jaren, hè, buiten het winnen van je eerste titel, maar ik denk dat je leven ook gewoon veranderd is natuurlijk. Ja, zeker. Gestopt met werken eigenlijk. Ik heb het werk opgezegd, want ik wou vol voor de dag te gaan. Ik woonde gewoon in een appartementje voor €350 huur per maand, zeg maar. En ik had natuurlijk de Lakeside finale gespeeld, dus ik had een buffertje. En toen dacht ik van Danny, gewoon vol voor dat te gaan. En het is gelukt. Ja, ja. Het is zeker gelukt. Geniet je nog van je pijltjes gooien, van het darten zelf? Ja, zeker. Elk moment geniet ik ervan. Soms denk ik wel eens, het is wel aardig druk. Soms, hè, elke week in, week uit, reizen. Maar zodra dat ik op het podium sta, wat dan ook, dan heb ik er super veel zin in. Ja, op het podium inderdaad. Maar tussendoor moet je ook nog van die Players Championship spelen en van die Eurotour qualifiers. Hoe is dat voor jou? Is dat, denk je net wel eens van, vind je dat soms irritant of zo? Dat je dan... Nee, zeker niet. Ik vind Players Championships juist ook superleuk. Ja, daar kijk ik ook altijd naar uit. En ook met management. We zitten bij een leuk team. En dat maakt het ook wel weer fijn dat je de goede mensen om je heen hebt. Ja. En Eurotour qualifiers hoef ik nu op het moment niet meer te doen. Want ik sta nu nog wel top 16 Pro Tour. Maar het is wel druk. Ik geniet er wel van. Ja, ik heb goede contacten met Luc Peters. Ik weet dat jij ook best met hem goed kan vinden. Ik mag een keertje mee binnenkort naar zo'n Players Championship. Is het ook gewoon gezellig om daar te zijn? Hè, onder de darters die misschien niet op tv zitten, maar wel gewoon vrienden van jou zijn? Ja, zeker. Ik deel inmiddels de kamer met Luc. Dus het is altijd wel gewoon gezellig. Ik zie het echt als een maat, zeg maar. Er zijn nog een aantal Nederlanders en Engelsen en Russen. En mijn Engels wordt daardoor ook weer beter. Dat is ook wel... Wie zijn een beetje jouw maten buiten dan de Nederlanders? Wie zijn jouw maten op de Tour eigenlijk? Ja, dan heb je John Michael heb je erbij zitten. Okay. Boris Kolsov. Rusty Rodriguez. En dan, wie heb je erbij? Ja, en Barry van Peer ga ik natuurlijk ook mee om. Die zit er ook bij. Dus binnenkort zien we jou een Engels interview geven waar we achterover van vallen. Nou, dat zal het wel niet. Maar ik kom eerst nooit voor woorden in het Engels. Dan kon ik kwalijk goeiedag zeggen. Maar... Nee, maar het is inmiddels wel beter geworden. En management is natuurlijk ook Engels, dus dat scheelt ook wel. Ja, om een beetje af te sluiten. We zitten natuurlijk bij de presentatie van Toto Dart Kings. Een nieuw idee. Jullie moeten nog een beetje wennen. Volgens mij moet Toto Dart Kings ook nog een beetje zelf kijken van hoe gaan we dit nou invoelen. Wat denk jij erover? Hoe zie jij de toekomst van dit team? Ja, het is allemaal nog heel pril natuurlijk. En wat er allemaal gaat gebeuren, dat weet ik ook nog niet precies. Maar ik vind het wel mooi om in het team te zitten. Want het zijn echt zulke toppers. En dan sta je er, zit je ertussen. En dat is geweldig. Ja, maar je hoort er ook gewoon bij, natuurlijk. We zagen ook net een presentatie van Lendl. Hij is van de statistieken. Is dat iets waar jij... naar kijkt. Hij stuurt om de zoveel tijd een verslagje van hè, waar moet je op letten. Ik weet niet precies hoe dat zit, maar is dat iets waar jij op let? Eigenlijk let ik er nooit op. Nee, ik ben de nuchterheid zelf, zeg maar. En daar ben ik niet echt mee bezig. Veel succes en veel plezier. Dankjewel.